Welkom bij weer een aflevering van Uit in de Regio. We zijn alweer toegekomen aan de maand december. Voor u hebben we nu de eerste twee weken. Tot en met 14 januari is er in het parochiehuis aan de Sassen van IJsselstraat in Boksmeer een nieuwe dubbelexpositie te bezichtigen. De beelden van Jo Manders en de schilderijen van Wim van Scheppingen. Deze expositie is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur. 3 en 5 december speelt er in het filmcafé Graven de film The Angels Share. Deze film begint om 8:15. 4 december is er een spirituele avond met paragnosten Nico Rijntjes en Nora. De avond is aan de Duivenbosweg 1 in Overloon en begint om 6 uur. Op 5 december, buiten de pakjesavond om, is er om 1 uur 's middags een cursus Tai Chi in de herberg in Kuik en om 7:30 een cursus Reiki 2. 7 december in Cultureel Centrum Mil is er een matinee bios met de film Nova Sembla. De film begint om 2 uur. Op 7 december om 7 uur is er weer de opening van het IJsfestijn. Nou, bij mij aan tafel zitten Tom Pelser en Maurice Cox. Ja, het IJsfestijn weer, dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja, het is de 7e keer dat het georganiseerd wordt. Het is weer gelukt, gelukkig? Ja, gelukkig wel. Het draait allemaal. En voor vrijdag 7e open. De week daarvoor wordt er al druk gebouwd natuurlijk. Ja. Vrijwilligers zijn al sinds april weer in de weer, de commissieleden. Maar ook de vrijwilligers zijn weer bezig met koek en zoopie huisjes bouwen en dergelijke. Dus er wordt wel hard aan gewerkt om het weer allemaal voor elkaar te krijgen dat we 7 december kunnen gaan draaien voor 4 weken. Ja, en hij staat wel weer bij het gemeentehuis. Ja, gelukkig weer. Mooie locatie. Ja, Hartjes Centrum. Hartstikke leuk voor ons ook. En ik denk ook voor de ondernemers in het centrum. Er komt weer een beetje leven. En ik denk ook dat zoiets centraal moet liggen. We hebben breed draagvlak. En nou, dan is het ook fijn als je op zo'n mooie locatie mag komen. Ja, inderdaad. En Maurice, jij zit dan in het hitste van de strijd eigenlijk, hè? Middenin. Ja, nee, we hebben natuurlijk het geluk dat het op het Raadhuisplein wordt georganiseerd. Ja. Daarbij komt natuurlijk dat wij als de douanière zijn en de Bok de locatie hebben natuurlijk om het centrum mooi aan te kleden, om hier op de ijsbaan mooi aan te kleden. Ja. Daar zullen natuurlijk verschillende activiteiten aan gekoppeld zijn. Arrangementen met eten en zowel schaatsen. Alles een beetje een combinatie van om elkaar te versterken. Ja, wat is het anders dan het vorig jaar? Vorig jaar waren we echt samen met bezig om hadden een koek en zoopie kraampje staan. Dat zullen wij als douanière zullen we dit jaar niet doen. We zullen inderdaad meer met arrangementen gaan werken inderdaad, om de mensen van de ijsbaan naar ons binnen te krijgen. Ja, en dan moet ik puur een combinatie van entree voor de ijsbaan met een kop soep of een diner? Kopsoep, inderdaad. Het hele arrangement eromheen. Een hapje eten, een warme chocolade met slagroom en een lekkere schaatsen buiten. Ja. Nou ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ja. En de opening is normaal gesproken best spectaculair. Mogen we dat dit jaar ook weer verwachten? Nou ja, we krijgen in ieder geval een soort van mystery guest. Het is wel een bekende Nederlander die ook een schaatsverleden heeft. Van het ijsschaatsprogramma is ze bekend en van ook nog een soap. Dus ik denk dat het heel leuk is voor de jeugd, want ik ga de naam natuurlijk nog niet noemen. Want dat zal bekend gemaakt gaan worden in de media. Dus we houden dat nog heel eventjes voor ons. En daarna mogen de jeugd mag dan ook weer gewoon tegen gereduceerd tarief schaatsen. En ja, daar gaat het toch om. Het schaatsen is natuurlijk het main event. Dus we kleden dat aan met een leuke mystery guest. En dan denk ik dat we gewoon weer een hartstikke leuke opening hebben. En een goede aftrap voor de 4 weken die gaan volgen. Ja. Nou hadden jullie vorig jaar ook curling geïntroduceerd. Gaat dat dit jaar gewoon door? Ja, nou vorig jaar is het inderdaad geïntroduceerd. Een paar mensen die hebben er hard aan getrokken om dat neer te zetten. Vorig jaar was een proefjaar. Hele goede reacties op gehad. Dus we hebben nu echt het uitgebreid. Een sponsor bij de Albert Heijn Curling Cup is het ook. Oh, kijk zo. Dus we hebben een gedeelte voor de particulieren, maar ook voor de zakelijke teams die gaan komen. En het wordt in die eerste 2 weken s'avonds. Zullen er, als alles goed verloopt en we krijgen voldoende aanmeldingen, toch 8 speelavonden zijn. En dan uiteindelijk nog een finale dag. Dus de dagwinnaars die gaan ook door naar die finale avond. Ja. En vorig jaar zat daar goed de swing in. En daar gaan we ook dat klinkt voor wel dit jaar. Toch wel een heel stukje professioneler dan vorig jaar. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het opgeven, het gebeuren, een beetje vooraf gaat dan. Ja. Je moet toch met teams van hoeveel moet je... Een team bestaat uit 4 personen. Mm-hmm. De particulieren kunnen nog gewoon aanmelden via de website. Ze kunnen ook eerst informatie opvragen. De sponsorteams, zeg maar, dat loopt natuurlijk al.
die inschrijvingen die lopen al en die zijn er. Maar ook daar is gewoon nog ruimte. Dus als er nog bedrijven zijn die willen meedoen met hun personeel, dan kan dat gewoon. En ja goed, het is voor de fun, maar het competitieelement op de avond groeit. Ja. En dat is ook wel gewoon heel leuk natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk heel leuk, ja. Ja, de onderlinge gezonde strijd. En dat is ja, toch een meerwaarde, denk ik, ook weer aan dit schaatsevenement dat we hebben. Maurice, van de horeca uit of het plein uit, wat verder nog iets aangekleed? Klaas Huis komt een weekend lang op het plein te staan. Daar zullen verschillende activiteiten omheen gebouwd worden. Er zal een Elfsteden kroegentocht georganiseerd worden. Dat was ook zeer succesvol, hè? Ja, vorig jaar zeer succesvol. Het was goed druk in de Boeksemeerse horeca. Ja. Gaan we dit jaar weer doen. Dat is ook wel het leuke, dat je dan ook de horecabedrijven die niet zo dichtbij zitten erbij kunt betrekken. Dan, inderdaad. In principe alle cafés in Boeksemeer die zijn erbij betrokken. Er wordt eigenlijk een hele route door Boeksemeer uitgestippeld met verschillende activiteiten eromheen. Vorig jaar was het echt vooral de kroeg tot op zichzelf. Er waren wel wat juicekapellen die meededen. Deze gaan we nog meer aankleden met wat meer activiteiten, onder andere op de ijsbaan en nog meer locaties langs het parcours. Nou, klinkt allemaal hartstikke goed. Kun je nog even vertellen aan de kijkers van wanneer tot wanneer we kunnen komen schaatsen? De officiële opening is 7 december om 7 uur. En daarna de 4 weken die erop volgen, dus tot 5 januari, als ik het goed heb, de zondag is de laatste schaatsdag. En die volledige periode is de baan geopend van 's ochtends 10 tot 's avonds 10. Er zijn een paar afwijkingen in de tijden, dus de mensen moeten wel heel even goed de website in de gaten houden. We hebben wat peuter- en kleuteruurtjes die wat eerder starten. In de eerste weken zijn curlingactiviteiten, dus dan is de baan niet open voor het gewone schaatsen. Maar de vakantieweken van de kinderen zijn echt volledig vrij voor het vrij schaatsen. En dat is ook waar we het voor doen. Het moet laagdrempelig blijven en we hopen ook echt dat de opkomst weer goed is. En dat vooral de jeugd, maar ook de ouderen, gewoon weer op een fijne manier de vakantieperiode door kunnen komen. En dat wij daar een meerwaarde voor bieden. In de kerstvakantie met z'n allen naar het Raadhuisplein. Doe gezellig mee in de kroegentocht voor de ouders dan. En dat wordt gewoon een hele gezellige periode. Zo kunnen we de winter wel doorkomen, denk ik. Ja. Oké, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Dankjewel. 8 en 9 december. Buitengewone kerstshow en winterfair in Partycentrum Vitland in Mil. Zaterdag van 7 tot 10 uur en zondag van 11 tot 5. Op 9 december uit op zondag met gospelkoor Aida uit Uden. Deze keer is het in de Wijde Staten en begint 's middags om 14:30. En ook op deze dag is er een lezing in de bibliotheek in Boeksemeer met als thema Durf te denken. Deze wordt gegeven door schrijver-filosoof Bas Haring. Kaarten zijn te bestellen op de website van de BiblioPlus. Op 10 december, de Stichting Het Loerdersfonds organiseert weer een kienavond bij Van der Westerlaken en deze begint om 8 uur. 11 december is er een themaavond Fit door de overgang. De avond wordt gegeven door vrouwenarts Barbara Havenit en is van 8:30 tot 9:30. Deze wordt in de vrouwenpolie gegeven aan de Gerard Douwstraat 4A in Boeksemeer. Op 12 december van 3 tot 5:30 organiseert het Hobbycentrum Boeksemeer op de locatie aan de Valendries in Boeksemeer een workshop Kerststerren maken van Kralen. Deze wordt gegeven door Sandra Klaassen van de Passant. Alle benodigde materialen zijn aanwezig, zodat je meteen aan de slag kunt. Deelname voor deelnemers zijn €12,50 en voor niet-deelnemers €15. Wel graag van tevoren aanmelden onder vernoemde website. 14 december, Radical Redemption bij Royce in Boeksemeer. Deze begint 's avonds om 8 uur. Ook deze dag, voor het thema Zingeving is levenskunst, speelt er deze keer de film Away from Her in Theaterzaal De Weijer. Na afloop is er een gelegenheid om deze film te bespreken. De aanvang is 10 uur 's ochtends en de kaarten zijn verkrijgbaar bij de BiblioPlus in Boeksemeer. Net als vorig jaar komt ook dit jaar weer het Glazenhuis te staan bij de Metameer in Boeksemeer. Bij mij aan tafel zit Anthony Vogels. Hallo. Dag Anthony. Hoi. Ja, vorig jaar was het zeer succesvol, hè, het Glazenhuis. Ja. En er is weer voor gekozen om het dit jaar weer neer te zetten. Ja. Is het derde jaar? Oh, derde jaar alweer. Ja. Waarom nu weer dit jaar? Nou, wij zijn als school begonnen met goed na te denken wat wij als school heel belangrijk vinden. Iets te doen voor een ander en niet alleen maar aan jezelf proberen te denken. Dus alle leerlingen willen wij stimuleren om zich in te zetten voor een goed doel, een project. Wij zijn jaren geleden begonnen met ons te verbinden aan het project Jip en Mojo.
Dat hebben we een paar jaar volgehouden. En in onze ogen werd het tijd voor iets anders. En als je op zoek gaat, dan kwamen we eigenlijk ook snel uit bij Serious Request. Ja, want dat is ook heel mooi natuurlijk, maar dan laat je zo'n goed doel los. Hoe voelt dat dan? Want het is natuurlijk nog lang niet klaar. Hè? Dat was Oeganda, hè, waar dat speelde. Ja, precies. En daar speelt dat waarschijnlijk nog steeds. Dus jullie laten dan wel eigenlijk een project dan los. Hoe voelt zoiets dan? Wij zijn niet voornemens om ons te verbinden voor altijd aan een bepaald project. Nee. Het is vooral belangrijk dat je probeert kinderen in te laten zien dat je voor een ander iets kan betekenen. Ja. Door jezelf in te zetten. En nu wordt het dan aan het echte glazen huis gekoppeld. Ja. Nou, dat is natuurlijk sowieso heel mooi. Is het ook de bedoeling dat jullie het geld dan aan gaan bieden? Ja, wij zijn nu voornemens om naar Enschede te gaan. Wij zijn de andere 2 jaren dus ook naar het glazen huis geweest. Ja. En we hopen dat we dat dit jaar weer kunnen doen. Ja. Maar hoe gaan jullie het geld inzamelen? De leerlingen die gaan een week lang gaan die hun best doen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Door karweitjes te doen. Denk aan autowassen voor docenten. De tuin met de burgemeester. In het centrum worden van allerlei activiteiten georganiseerd. En wanneer we dagelijks de stand bijhouden, komt er uiteindelijk natuurlijk een klas die het meeste geld heeft opgehaald. Ja. We proberen daar een geweldig eindfeest aan te koppelen. En de spanning op te voeren, dan wordt het bedrag bekendgemaakt. En dan is het fantastisch om te zien bij de kinderen hoe betrokken ze zijn geweest. Want ze zijn zo nieuwsgierig van, wat is het uiteindelijk geworden wat we bij elkaar hebben gehad. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is natuurlijk sowieso spannend. Hè? Ja. Straks uiteindelijk een glazen huis ook. Het eindresultaat is toch voor iedereen spannend. Dat is, precies. En we willen dan het geld wat opgehaald is, dus met die winnende klas, daadwerkelijk gaan brengen naar Enschede. Naar Enschede. Nou ja, dat is natuurlijk een prachtige rit van je naar Enschede. Ja, dat zul jij kennen. Ja. Dan het glazen huis zelf. Wat gebeurt er in het glazen huis? Vorig jaar heeft de Blos daar een week lang radio in gemaakt. En wij zitten dit jaar met een verhuizing. We hebben een nieuw gebouw waarin wij vanaf januari onze intrek zullen nemen. Dus wij zitten eigenlijk met 2 hele grote activiteiten. De activiteit het glazen huis, maar tevens onze verhuizing. En wij denken dat het naast elkaar kan. Alleen je energie kun je maar 1 keer uitdelen, zeg maar. Ja. Dus we willen de dingen die wij doen, willen we graag goed doen. Wij denken dat we daarom het glazen huis wel als symbool er neer gaan zetten. Er zullen van allerlei activiteiten in het glazen huis plaatsvinden. Maar het zal niet zo'n centrale rol spelen zoals het vorig jaar was. Nee, oké. En wat ook heel belangrijk is, vanaf waar is die daar? Maandag 16 december. Dan is het start zijn voor leerlingen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen. Een week daarvoor moet het glazen huis bij ons wel op locatie staan om alles een beetje warm te maken. Sterker nog, aanstaande dinsdag beginnen wij met de enthousiastelingen die dit een beetje op touw hebben gezet. Eerst onze collega's weer eens helemaal wakker te schudden. Ja. En dan loopt die trein bijna weer als vanzelf. Ja. Heb je er zin in? Enorm. Ja, ja. Lijkt mij ook. Ja. Mooi, een mooi doel. Het is mooi. Het is heel mooi om voor andere mensen iets te kunnen betekenen. En als het uitgroeit tot echt een feest waar bijna alle leerlingen zich aan verbonden voelen, dan is dat het mooiste wat er is, denk ik. Ja, denk ik ook. Dan zeg je net, in het glazen huis zelf zullen niet zo heel erg veel activiteiten plaatsvinden. Stel nou dat mensen dit horen en denken, hé, maar ik wil daar wel wat in doen. Is dat dan mogelijk? Kunnen ze zich bij jullie aanmelden? Ja, wij gaan een website, wordt er gemaakt. De naam is nog een beetje geheim. Okay, maar het zal in het box Meersen zal het kenbaar gemaakt worden. Ja, okay. Het zal vooral heel veel lijken op hetglazenhuisboxmeer.nl. Maar dat is dus nog niet helemaal officieel. Okay. En via die website kun je echt alle informatie vinden. Ja, dat is natuurlijk ook best leuk, hè? Als mensen ook van buitenaf mee willen doen. Natuurlijk. Niet alleen maar de leerlingen van de school. Ja, en sterker nog, het is zo dat wij het glazen huis op vrijdag bij ons op school, zeg maar, uitzwaaien. En dan gaan we voor het eerst het glazen huis ook plaatsen bij het gemeentehuis. En dan willen we het weekend in het Boksmeersen het glazen huis laten ontstaan. En kijken wat daarmee gebeurt. Ja. Oké, nou hartstikke spannend allemaal. Ja, ja. Ik wens jou heel veel succes en vooral veel plezier met het glazen huis en rondom die periode, maar ook met de verhuizing. Dankjewel. Ja, oké, heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Op 14, 15 en 16 december organiseert de Mariakapel in Holthees een expositie van kunstenaars uit Holthees en Smakt. In deze expositie wordt werk geëxposeerd van zogeheten zondagsschilders. Onder andere Wiel Coppice en Toon Kersten. Maar ook zijn er werkstukken te zien van de inwoners die van beeldend vormen hun beroep hebben gemaakt. De opening vindt plaats op 14 december om 8 uur in de Mariakapel.
Ook op 14, 15 en 16 december, lekker druk dan, is er een groot feestprogramma in Sporthal de Meerkamp in Oefeld ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de Leemknijers. En op 15 december One Spurl Jam Tribute Band bij Café de Piek in Boksmeer. Zij spelen vanaf 9:30. Op diezelfde avond 15 december een evening with Tuesday Blues Day bij het vertrek in Boksmeer. Deze begint om 10:00. 16 december voert het Weijenkoor uit Boksmeer een kerstconcert uit met de titel Onata Lux. Het concert vindt plaats in de kapel van de zusters van Jullie Postel aan de Veerstraat in Boksmeer. De kapel is open voor publiek vanaf 14:00 en het concert begint om 14:30. Toegangskaarten zijn €17,50 voor volwassenen en €12,50 tot 18 jaar. Inclusief het programmaboekje en een consumptie. Maar kijkt u eens voor meer informatie op www.weijenkoor.nl. En tot slot, op 16 december, van Vader Vriendenkring uit Overloon geeft een kerstconcert. Deze wordt ondersteund door Mike Weerts en de Angels Rule. Nou, u hoort het, het is een hele agenda. Leuke activiteiten, leuke gasten aan tafel. Dus ja, de eerste twee weken van december, ja, kunnen al niet meer op, hè? Genoeg te doen. Wij wensen u een hele fijne Sinterklaasavond, want die hoort er ook bij. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende Uit in de Regio.